Ik ben Harry Habrake, bouwkundig inspecteur bij Monumentwacht Noord-Brabant. Ik inspecteer kloosters, kerken, kastelen, molens en dergelijke monumentale gebouwen. Gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, allerhande soorten oude gebouwen. En daar zijn we de hele dag mee bezig. Wij inspecteren het hele gebouw, van onder tot boven toe, vanaf de kelder tot aan het dak. We bekijken de gevels, de ramen, kazijnen, de deuren, het schilderwerk, het voegwerk, de goten, leibedekking, panbedekking eventueel, gootbekledingen. Alle bouwkundige onderdelen die aan het gebouw zijn, die inspecteren wij en daar hebben wij een mening over. De eigenaar die krijgt het rapport toegestuurd met een tekeningetje erbij, waar op alle gevels zijn genummerd. De daken zijn genummerd, de goten zijn genummerd, waardoor de eigenaar een snel beeld heeft van waar de problemen zitten. En die kan daar aan de hand van de rapportage die wij maken, kan hij een onderhoudsplan gaan maken. Nou ja, het is heel divers. Dat maakt het werk ook heel mooi. We komen dus ook kastelen, kerken en kloosters. En dat maakt het heel diverser ervan. Kijk, we zitten nu op een prachtig landgoed. En morgen zitten we op een oude pastorie ergens. En dan zitten we overmorgen weer op een kerk. Dus het is heel, heel divers. Maar het echt verschil. Kijk, met kerken, met het warme weer, dan is een kerk heel erg sjouwen. En dan is het wel echt warm. Dan is het echt bloedheet in die kappen. Want die zijn niet geïsoleerd. Dus dan heb je wel de kans dat het 40, 50 graden in een kap wordt. Het mooie van die werk is dat we komen met heel veel gepassioneerde eigenaren tegen die echt heel gedreven bezig zijn om het pand te onderhouden. We hebben eigenaren die bij wijze van spreken met de pot verf achter ons aanlopen. Als wij durven te schrijven dat het verfwerk begint te barsten, dan hebben ze het al geschilderd voordat wij in de bus zitten. Ik ben nu bijna 30 jaar bij de monumentenwacht en ik heb in mijn beleving is het onderhoud van de monumentale gebouwen die wij inspecteren, heb ik het idee dat het wel dat er beter uitziet dan toen ik begon. Dat idee heb ik wel, ja. Ja, dus er wordt wel degelijk iets mee gedaan met onze rapportages, heb ik het idee. Ik vind het wel, ook wel leuk om te doen, dat je toch een bepaald beeld hebt en dat je mensen kunt stimuleren om het te onderhouden. We komen ook bij mensen die zeggen van, we hebben het is wel ons huis, maar we hebben het eigenlijk in bruikleen voor de volgende generatie. En ik vind ook wel dat wij er ook een bijdrage aan leveren om het in stand te houden. En dat we toch gewoon de zaken, gewoon voor het nageslacht, dat die ook kunnen genieten van prachtige gebouwen, wat er vroeger allemaal kon. En dat gebeurt tegenwoordig gewoon niet meer, omdat gewoon de mensen zijn er niet, maar ook het geld is er niet. Dus je moet eigenlijk zien te behouden wat er is. En dat vinden wij dan wel belangrijk. En ik vind het wel leuk om daar een bijdrage aan te leveren, ja. Ik heb zelf wel, ja, ik heb altijd in de restauratie gewerkt vanuit de bouw eigenlijk. Ben ik begonnen in de restauratie en dan raak je eigenlijk al een beetje besmet ermee, denk ik, mag je het wel noemen. En dan is er altijd wel die beleving, je bent er altijd mee bezig. Als we op vakantie zijn, dan is het ook altijd kerken bezoeken en je loopt altijd naar boven te kijken en naar gevels te kijken en naar dingen te kijken van hoe ze het in het buitenland gedaan hebben en dat soort dingen. En je staat altijd wel weer versteld van hoe ze het vroeger zonder al die middelen die we tegenwoordig hebben, dat ze toch nog heel mooie dingen konden maken.